even nog draaien. Goedenavond. Hey El, je zat er al klaar voor. Top. Oh, even mijn lampje nog aan. Dan zal ik even de grote licht uitdoen. Anders zien jullie mijn hoofd als schaduw. Hallo Ingrid. Hey Debbie. Gezellig. Is het voetbal al begonnen? Hallo Monique. Leuk dat jullie er zijn. Even nog draaien. Kunnen jullie alles zo goed zien? Doe mijn best. Er is altijd vertraging op het beeld. Superleuk, dat kan. Hoi Monique. Goedenavond Erna. Ik ben iets te vroeg. Na 1 minuutje. Het valt nog mee. Dus dat scheelt. Even mijn drink aan de kant. Dat is ook wel fijn. Vandaag gaan we... Voetbal, wat een ellende. Ja, gelukkig geeft mijn man dat niet. Maar ik hoorde van Demi dat haar man voetbal ging kijken. Dus die ging daarom meedoen. Ik zie nog even een klein stukje draaien. Dat die echt alles op beeld is. Hey Cindy. Gezellig dat je er bent. Vandaag gaan we een enveloppenbox maken. Dat geeft toch niet, Monique? Je kan hem terugkijken. Hallo Rosita, super dat je er bent. We gaan hem straks weer downloaden en dan kan je hem terugvinden op ons YouTube-kanaal. Het patroontje komt trouwens te staan op mijn blog. Ik ben nog steeds af en toe aan het schuiven met het beeld, want mijn computer is wat trager dan ik ben. Met het loopt altijd ietsje achter. Oké. Nou, we gaan de enveloppenbox maken. Ik doe even het kaarsje uit. Altijd even gezellig om mee te starten. En daar zijn best veel patronen over. Ik heb nog eventjes gekeken en er zijn best wel diverse patroontjes, maar niet echt de maat die je kon vinden. Dus die heb ik zelf naar mijn idee uitgemeten. Hallo Jesse, leuk dat je er bent. Ik had als voorbeeld deze kaart gemaakt, of deze box. En ik ga straks nog een ander voorbeeld doen, want misschien is dit totaal niet jullie stijl. Dat kan hè. Ik doe hem even iets dichterbij, kunnen jullie het goed zien. Het heeft een 3D effect en dat kan je dan straks ook heel goed zien aan de zijkant. Draai hem even heel voorzichtig rond, jullie het kunnen zien. Hij is maar 2 centimeter dik, dus je kan hem ook gewoon per post versturen. Tegenwoordig hebben ze van die mooie envelopboxen erin. En deze is gemaakt met lemoncraft papier. Maar in principe, het is wat jij leuk vindt, kan je ervoor gebruiken. Dus dit is de mijne. Ik ga straks gaan met de andere, ga ik ook maken voor een baby, maar voor een jongen. Want ik vind altijd, ik moet een jongen en een meisje hebben. Maar als voorbeeld om te laten zien dat je dat ook eventueel anders kan gebruiken, heb ik een kerstvariant gemaakt. En deze heb ik met Craft of Clock Christmas time papier gemaakt. En die heeft eigenlijk hetzelfde effect. Even heel langzaam draaien. Dan zie je, dan zit er een grotere strik op en een bloem en sneeuw en nou ja, echt blaadjes van de dingers. Dus je kan hem eigenlijk met de basis kan je heel veel kanten op. Ja, is leuk hè Ellie? En het papier is ook echt wel heel mooi. Ja, die is echt... morgen gaat de foto's van deze kerstbox gaat live op het, om 9 uur op mijn blog. En dan komt hij ook op mijn Facebook, dan kunnen jullie hem van dichtbij zien. Ja, dus je zou het in een doosje moeten doen. Maar je hebt tegenwoordig van die mooie platte doosjes die je gewoon als een brief zeg maar kan versturen in Krit. Dus dat is geen probleem. En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik zoiets maak, geef ik dat aan iemand meestal die dichterbij is. Dat het niet het risico loopt dat het stuk gaat. Je kan hem ook wat platter maken. Is wat je zelf wilt. Ik had papier opgegeven. Ik heb het gesneden. Ik weet niet voor degene die meedoet. Of die het ook al heeft gesneden. Je hebt de kartstok heb je gesneden van 24 bij 18. En daar gaan we mee starten. Ik heb even mijn rail erbij. Even zo. Ik leg even mijn voorbeeldjes weg. Dan laat ik zo nog wel even een keertje zien als er vragen over zijn. Want anders heb ik niet zo heel veel ruimte. Oké, dus we hebben de kartstok 24 bij 18. En op de lengte van 18 gaan we hem rillen. Even mijn snijmes aan de kant. Dus we rillen hem op 2.
op de kant van 18 rillen we hem op 2. En we rillen hem op 4. Dan hoor ik mijn computertje lopen. Ja, we gaan hem rillen op 4. Dus op de kant van 18, op 2, op 4, op 14. En op 16, en dan moet ik hem eventjes uitzetten. Dus ik ga hem even schuin zetten. Op 16. Oké. Dus dan heb je 4 rillijnen op de lengte van 18. Op de lengte van 24 gaan we hem draaien. Dan gaan we hem rillen op 2. En op 4. Zo. Dan kan het rilapparaat aan de kant. Leg hem even op de grond. Dus we hebben hem op de lengte van 18 hebben we hem gerild op 2, op 4, op 14 en op 16. En op de lengte van 24 hebben we hem gerild op 2 en op 4. En dat is de onderkant. Dan pakken we even de pen en potlood erbij. En dan ga ik in het midden van het middenstuk ga ik een lijntje zetten. Want dat is 10. En dan zetten we een streepje op 5. In het middenstuk, dat is 10. Zet ik een streepje op 5. En van het middenstuk ga ik een streepje op 4 doen. Even kijken of ik goed in bel zit. Ja. Ga ik een streepje op 4 doen. En dat doe ik aan de andere kant. Dat is dat stukje van 10. Ook een streepje op 4. Dan even voor mijn kijken of ik dat goed doe. Ja, dit is stuk is 20. Dan ga ik van de onderlijn. Ik heb een spiekbrief, maar die hangt niet voor mijn neus. Die hangt er links van mijn zijkant. Dus dat is af en toe wel lastig. Dit grote stuk is 20. Vanaf de laatste rillijn ga ik hem op 10 ook een streepje zetten aan de buitenkant. En hier ga ik hem ook aan de buitenkant zetten. Even goed verschuiven ietsje. Dus we hebben 4 streepjes gezet. Van het middenstuk hebben we hem op 4 gezet op de binnenste rillijnen. En we hebben hem bovenin gezet op 5. En we hebben 2 lijntjes van de ene laatste rillijn, of van de laatste rillijn, naar boven toe op 10. En dan zal ik het even, trek ik hem even door met potlood. Dat gum ik straks wel even uit. Dan zet ik hem tot aan de eerste binnenste rillijn een streepje. En hier ook een streepje. Want wij gaan straks dit stuk. En dit stuk gaan wij eraf knippen. Dan hebben we hier de lijn gezet van 4 naar 5 en 4. En dan doen we dan even een netjes. Ik heb hem niet helemaal bovenin gezet. Dat is heel stom van mij. Dan ga je een beetje smokkelen. Even kijken. Goede rillijn. Ja. Echt tot aan boven toe. Dan trek je hem van de punt in het midden naar het streepje van 4. Zodat we een punt gaan krijgen. Nou, dat is allemaal niet zo heel erg moeilijk. Netjes streepje. Oké, en dan knippen we deze 3 hoekjes ook weg. Dus de 3 hoekjes en tot aan de streep van 10 knippen we ook weg. Pakken we de schaar erbij. We gaan hem inknippen. Ik knip hem vanaf de eerste van de laatste rillijn af. Dan knip ik de driehoek eraf op de lijn die we getrokken hebben.
Dat doe ik aan de andere kant ook. Dan pakken we de eerste rillijn weer. Tot aan het streepje van 10. En die knippen we ook af. Dan is dit nu het resultaat. Gooien we even de hoekjes weg. Oh, niet te veel grummen, anders beweegt het hele beeldscherm straks. Dan pakken we aan de onderkant, willen we er ook nog wat van af hebben. En dat is dit vierkantje. Dat is dit vierkantje. En dit vierkantje. En dat is eigenlijk net zoals aan de andere kant hetzelfde. Dat gaan we ook uitknippen. Dus we halen eigenlijk hier een heel klein vierkantje over. En deze drie vierkantjes knippen we weg. Dan doe ik dat altijd even in twee etappes. Drie etappes heet dat. Laatste plaats. Oh nee, maar niet meer zeggen. Juist het duidelijk uitleg? Nou goed, dat vind ik fijn om te horen. Ik heb liever dat het duidelijk is. Dan de mensen het niet weten. Ik vind dat zelf ook lastig hoor, om maar mee te luisteren dan. Dus we hebben dat geknipt. Nou, dit is eigenlijk het moeilijkste gedeelte. Moeilijk is het in principe niet, jongens. Maar dit is even de basis van het model. Nou, ik heb even de gum. Dus we hebben dat netjes uitgevouwen. Dan gaan we even de rillijnen vouwen. Hey, verborgen driehoek vierkantje nog. Volgens mij bewogen jullie. Mijn liniaal lag eronder. Klaar, El, echt? Super dat je erbij bent, Cindy. Leuk. Nou, we gaan het nog niet vastplakken. Maar zoals jullie zien, hebben we dit dus gevouwen. En dan komt die zo. En dan doen we die naar binnen. En dan denk je, joh, waarom hebben we die flapjes nou? Nou, die gaan we straks ook vastzetten hierop. Want we hebben de 10 bij 10. En daar staat dus een foutje in, heb ik eronder geschreven. En die gaan wij straks hierop maken. Dan moeten we nog heel eventjes een stukje uithalen. Want, ik zal even een voorbeeldje pakken. Zoals jullie het misschien hier beter kunnen zien, zit hier ook een driehoekje uit. Dus we leggen even het basis even weg. Pakken de 10 bij 10. Dan zetten we een potloodstreepje aan de onderkant. 3 centimeter op de zijkant. Een streepje van onderaan. Ja, maar even kijken, want ik wil liever dat ik het even nog goed kijk of ik jullie het duidelijk zeg. Het patroontje hangt hier zo. Dus we hebben hier een streepje 3 en 3. Dan wil ik van de linkerhoek ga ik naar het streepje van 3 naar rechts. Maakt niet uit, je kan het uitgummen straks. Oh, leuk Petra, super. En dan kan je dat gewoon meekijken. Als je denkt van nou, ik wil nog eens terugzien of wat dan ook. Dan zet ik het erop, het filmpje. Dan, sommigen kijken nu ook alleen mee. Dat is dan ook altijd handig. Kan je het weer terugvinden. Het patroontje komt ook te staan op mijn blog. Dus dan kan je hem ook nog terugvinden. Met de tekening van wat allemaal weggeknipt moet worden. Heb ik uitgetekend. En nogmaals, er zijn genoeg patronen hiervan. Hè? Ik heb hem zelf gewoon naar mijn mate uitbedacht. En het is voor de rest niks nieuws aan. Dit gaan wij eruit knippen. Eruit knippen. Vind ik leuker. Deze lijnen gaan we straks uitgummen. Of alleen de randjes, want er komt straks toch de zijpapier. Dus het bovenste driehoekje, dat is van hoek naar hoek geknipt. Die doen wij eraf knippen. En dan blijft dit over. Dan pak ik even mijn gummetje. Ik doe het heel voorzichtig, want als ik te hard ga, gaan jullie meeschudden welke. En dat is niet de bedoeling.
Oh, dat is goed, Agnes. Dat kan dus geen probleem als je later terugkijkt. Volgens mij, als ik hem straks klaar is, blijft hij ook nog hierop staan. En je kan hem straks natuurlijk terugvinden op mijn YouTube-kanaal. Zo, dat binnenste stuk laat ik zitten, want er komt straks de seinpapier op. Dus dat is geen probleem. Dan pakken we het dessinpapier, de 10 bij 10. En daar hebben we er één van geknipt. Die ga ik er even zo bovenop leggen. Ik doe er voor de rest nog niks mee. Kijk even hoe de randjes netjes langskomen, want hij is een halve centimeter klein. Dus hij is 9,5 bij 9,5. En dat zeg ik goed, ja. Dan leg ik hem er zo op dat ik aan allebei de kanten, aan de zijkant en aan de onderkant, hetzelfde stukje heb. Dan met mijn haaks gaan niet. Dan hou ik het vast. Dan draai ik hem om. En dan trek ik eventjes een lijntje aan de achterkant van mijn dessinpapier. En dit hoekje gaan we dan ook weer wegknippen. En dan doe ik hem net onder het potloodstreepje, zodat hij echt goed van het hoekje naar hoekje loopt. Dus een klein 2 mm of zo onder mijn potloodstreep. En als je hem dan straks zo erop legt, dan kan je kijken of hij mooi uitkomt. Desnoods als je denkt van, nou, ik vind hem niet mooi. Hij zit hier goed en dan zit de zijkant, maar hieronder zit net een heel klein randje. Dat komt omdat je dan dat patroontje even over hebt genomen. Dan doe ik daar even een heel klein flietenfluitig stukje van af. En dan komt hij gewoon veel mooier uit. Dan ga ik deze even met een beetje inkt beinkten, want zonder inkt komt er niet. Ik ben ook trouwens heel benieuwd hoe jullie hem gaan maken. Want toevallig heb ik dan baby, omdat ik dat echt heel leuk vind om af en toe te maken. Er komt totaal geen baby bij ons meer voor hier in de buurt. Maar dat maakt niet uit. Waar jullie hem mee gaan maken. Met kerst was die ook heel erg leuk. Je kan hem bijvoorbeeld ook heel leuk. Zou ik laten te bedenken. Maar ik had helaas geen tijd om die ook nog te maken. Voor een man te maken. Dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Nou, gaan we deze alvast wel op de 10 bij 10 lijmen. En dan kan die aan de kant. Dan hebben we dat designpapier al eventjes geplakt. Eigenlijk kan ik kind de was doen. Bijna. Misschien hebben we dan gekleurde was. Even kijken of ik meega met jullie. Is alles goed duidelijk ook? Dan hebben we ook goed contact, dat ik niet af en toe wegval. Ik heb vorige keer eigenlijk wat last. Ik heb nu de tussendeur opengelaten. Misschien dat dat het is. Ik weet het niet. Dan heb ik hier nog twee dessinpapieren van 19,5 bij 9,5. Nou, deze wil ik aan de binnenkant. Ik doe hem helemaal erin. Maar sommigen zou zeggen, ja, dat is zonde. Dus dan kan je hem eventueel ook hoger doen. Maar ik doe hem er wel in. Ik leg hem er weer in dat ik denk van, nou, ik heb overal dat randje van even groot van onderen, van boven en aan de zijkant. Nee, van boven niet, maar van de zijkant. Ietsje omhoog, zodat mijn puntje bedekt is. Ja. Dan pak ik hem weer vast. Draai ik hem even om. Nou hebben we hem zo goed gevouwen dat hij niet zo... En dan knippen we deze punt. Trekken we over aan de achterkant weer. En dat knippen we ook af. Dan leg ik hem op mijn ander dessinpapier. Want we hadden daar twee van geknipt. Leg ik hem gewoon dat mijn puntje aan de bovenkant is van het dessinpapier. Trek hem weer eventjes over. Hoef er niks uit te meten. Ik sta soms stil. Oké. Met beeld of geluid? Ik zit hier mee te kijken en ik heb daar geen last van. Misschien dat je op je mobiel kijkt. Ik heb hem op mijn computer, loopt hij wel mee. Ik heb dat gedaan. Dan heb ik, het hoeft niet, het mag. Ik vind hem zelf leuk. Ik probeer even dit kleine puntje.
Zie ik het puntje? In het midden. Een beetje. Hij pakt hem geen eens. Dus dat puntje is denk ik te scherp. Nou, dat gaat niet bij deze. Want de vorige was die wel. Kon ik het puntje even afronden. Is ook niet nodig. Zo past hij er perfect in. Ga ik hem weer even beinkten. En dat hoeft dan alleen even aan de bovenkant. Bij deze. Want helemaal onder. Dat is dan niet nodig. Dat zie je straks niet. Dan pak ik de randjes weer eventjes. Ik heb verschillende soorten van. Ik heb Pimento. Geloof ik. De inkt. En deze heb ik ooit eens gekocht op de markt. We hebben zo'n kraam die allemaal. Spulletjes koopt. Oké, hij valt dan weg. Heel vreemd. Nou ja, ik hoop dat jullie hem wel goed kunnen oppakken. We hebben voor de rest alles uitstaan hier. Alleen mijn dochter die op zolder zit. Dus die kan niet als doorzender met de telefoon of wat lopen. Maar nee, dus alles uit. Nee, er is ook niemand. En het kan ook zijn dat het met mijn mobiel is, hè? Dat, of misschien bij jullie, ik weet het ook niet. Ik doe in ieder geval mijn best. Dat is de achterkant. Dus ik draai hem even om. Ik ga eerst even het designpapier aan de achterkant plakken. En dan, terwijl ik aan mijn lijn pak, denk ik, oké, waar heb ik mijn dopje gelaten, jongens? Ik ben mijn dopje weer kwijt. Het eeuwige dilemma. Sorry, excuus. En dan gaan we hem hierop plakken. Als jullie hem nou gemaakt hebben, zou ik het ontzettend leuk vinden om te zien hoe jullie hem hebben gemaakt. En dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Maar ik krijg best wel veel punten langs en ik kan niet altijd alles zien. En dan zou ik het leuk vinden als je dan... Oh, kijk, mijn dopje is gevonden. Als jullie mij persoonlijk erin zouden willen vermelden... Of deco of Bianca scrapkaart, zodat ik dan melding krijg. Want dan kan ik ook echt zien... Wat jullie hebben gemaakt. Je mag hem ook naar mijn privé toesturen. Via de chat of messenger. Dan kan ik hem plaatsen bij mij op de pagina. Want jullie kunnen dat helaas niet plaatsen. Daar waren we achtergekomen. Cindy, dat dat niet ging lukken. Oh, nou dat is mooi. Ellie, als het niet zo lang is. Je moet af en toe meekijken. En dus dan, als jullie naar mij toesturen, dan ga ik hem onder mijn bericht plaatsen. En dan kan de rest het ook allemaal zien. Dus dat is wel heel erg leuk, als jullie dat natuurlijk goed vinden. Nou, dit is mijn basis. Ik ga nu de lijm aan deze kant en aan deze kant doen. En ik doe een beetje, niet te veel, aan deze kant. Dus wat ik nu gekleurd heb, daar ga ik lijm op doen. Nou, dan komt het grootste probleem van mij. Ik moet altijd even wat geduldiger zijn met lijm. Ik kan het ook met dubbelzijdig tape doen, maar ik doe het graag met lijm. Dat het even goed vast zit. Ik heb zo van en door. En dan vouwen we hem eromheen. Zodat hij netjes vast komt te zitten. Dan pak ik hem eventjes, dat hij goed... En dan denk je, nou, dat ziet er toch best wel raar uit. Nou, dat klopt. Het ziet er voor nu eventjes raar uit. Ik kom nog eventjes aandrukken. Pak ik even mijn... Wat is dit? Ja, ik gebruik het eigenlijk altijd alleen maar voor mijn lijm aan te drukken en zo. Ja, maar Bianca moet even geduldig zijn. Hallo Roelie, leuk dat je er bent. Ben je nog bezig, Rosita, ermee? Oké, okay. Lukt het wel met die merci-doosje? Een vouwbeen. Heet dat zo, een vouwbeen? Volgens mij heb ik dat toen ooit eens gebruikt voor de masker te doen met Dutch Doobidoo-pasta en zo. Dat ik hem daarvoor gebruik. Maar goed, het vouwbeen. Ik ga het de vouwbeen noemen. Misschien ben ik het straks weer kwijt, hoor, Deb. Ik moet heel even wachten tot hij een beetje droog is. Oké. Okay. Nou, dan gaan we deze er straks zo netjes bovenop vouwen. Maar ja, dan hebben we hier aan de bovenkant, zie je dus, dat we dit stukje over hebben. Dus daarom hebben we het ook nog niet gevouwen.
zet hem er even, leg hem er even netjes bovenop, dat hij goed recht loopt. En dan trek ik hier even een streepje. En dan doen we natuurlijk aan de andere kant in de dito. Hij is nog niet helemaal droog, zie ik. En dat knippen we ook af. Dan doe ik hem echt net even eronder. Dan eventjes zo, anders pakt hij niet. En dat doen we aan die kant ook. Hoppa, ze schieten. Ik kan er even wat meer lijm bij deze onder doen, want deze wil ik niet plakken, jongens. Oké. En dan smeren we aan deze kant lijm. We doen hier lijm op. En we doen daar lijm op. En dan ga ik deze erop leggen. En dan ga ik hem zo nog even met de vouwbeen goed aandrukken. Chocola ook al in huis. Nou, ik had die kerst... Ik had hem dus gemaakt. En toen had ik chocola gekocht voor de foto. En dat vergat ik dus elke keer wat ik dus vertelde in het filmpje. En de rest had ik aan mijn man gedaan. Want we waren natuurlijk weer met poging nummer 10.000 nog wat aan de lijn bezig. Ik zeg van, eet jij dat maar op? Heb je dat dan speciaal daarvoor gekocht? Ja, speciaal voor de foto. Nou, die zitten je aan te kijken zo van, je bent gek. Ja, toen wou ik dus een voorbeeld maken voor de kerst. Dat het ook op anders kon. En toen heb ik hem dus weer chocola moeten kopen. Dat heb ik dus nou niet aan hem gegeven. Dat ligt nog hier op de kamer. Wel heel link. Af en toe heb je de neiging om het te pakken. Zo had ik dat zelf als toen dat ik dat voorbeeldje maakte voor veldmaat. Ik heb de snoepjes meegegeven in mijn DT-pakket. En denk ik, ben wel van die snoepjes. Puntje per paaltje, gaan we hem nog een keer maken. Moest ik weer nieuwe snoepjes kopen. Dit is hem. Dan hebben we daar nog een stukje kartstok. Oh, en de zijkant moeten we zo ook nog even plakken. Kartstok van 9,5 bij 1,5. En deze is niet 1,5. Zeg ik dat goed? Nee, van 3. 12 bij 3. En deze is niet 3. 12 bij 6. 12 bij 6. Ik vind dat een beetje groot. Alhoewel, kan wel. Maar kan wel. Laten we zo zitten. 12 bij 6 dat kartstok. En die rillen we nog eventjes. Pak hem heel even erbij. En die rillen we aan allebei de kanten op 1. Dus 1 draaien. En op de andere kant op 1. Dus deze was 12. Doe hem aan de buitenkant op 1. En aan de andere kant op 1. Zodat we dan een goede vouwlijn hebben. En dan gaan we daar lijm op doen. Zet deze weer even aan de kant. En ondertussen dat we gaan lijmen, zet mijn lijmpistool aan. Dan doen we daar ook nog even lijm op. En deze kant ook. En dan doe ik even mijn vinger eroverheen, anders glibbert alle kanten op. Voor mijn doekie. Waar is mijn doekie? Hoe jullie bewegen. En dan doen we dat in het doosje. Schuiven we dat erin. Iets naar beneden. Dat je het niet helemaal... Je mag het een stukje zien hoor. Want je gaat hem straks gebruiken voor die 3D. Pak mijn vouwbeen weer. Je moet het altijd verstoppen. Ja. Nou, dat is het ook. Weet je, als je er niet aankomt, is er niks aan de hand. Maar als je er eenmaal aan begint aan het chocola... Maar echt, mijn man stond me aan te kijken. Heb je het nog speciaal voor de foto gekocht? Ja, dat is jouw klaar speciaal voor. Maar jij mag het opeten. Dat je dit stukje wit ziet, is niet erg. Want dat zie je hier ook totaal niet terug. En dat zie je hier ook totaal niet terug. Maar dat is om de 3D straks te gaan gebruiken. Dan heb ik de zijkantjes nog. Dan heb je twee keer de seinpapier van 9,5 bij 1,5. Kijk, ik snapte er net al niks van. En die gaan we aan deze kant plakken. Doe nog heel eventjes een beetje beinkten. En dan doe ik het nu even op de snelle manier. En beinkt gewoon langs het papier. Weet je wat ook zo... Oh, andere kant, ja.
Wat ook zo lekker is, die chocoladepepernoten. Ach, geweldig. Ja, die haal ik nog maar niet in huis. Toevallig gisteren hadden we wel een, in plaats van een speculaasje, hadden we een paar gewone neutrale pepernoten bij de thee. Om 8 uur, bij de goede tijden. Maar dat is toch ook wel een dingetje. En die gaan we hier aan de zijkant plakken. Beetje in het midden. Doen we aan de andere kant ook. Zo. Oké. Okay. Dopje had ik gevonden. Die ligt hier. Mijn knijper gaat naar beneden. Ik heb een paar strookjes kartstok geknipt. Om straks de 3D effect te geven. En ik heb dubbelzijdig tape. En dan vlieg ik even met mijn hand naar boven. En dan heb ik hier mijn strik alvast voorbereid. Die heb ik alvast gestrikt. Hoef je er niet op te wachten. Ik heb ik had nog zelfgemaakte bloemen. Die lagen nog klaar. En ik heb ook de kant-en-klare bloemen. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Als ik dan toch ga, dan ga ik denk ik maar gewoon voor de zelfgemaakte bloemen. En hier heb ik dus allemaal losse elementen van Lemoncraft. Die heeft zo'n grote box, zo'n grote smalle kartbox, of hoe noem je dat? En daar zit allemaal losse elementen in. En dit is alles is dat in babystijl, zowel voor jongen als meisje of noem maar op. En dan kan je echt van alles gebruiken. Dus als je even gaat knippen, dan kom je een heel eind. Leg het heel even aan de kant. We gaan zo even zoeken. Ik begin in ieder geval met mijn basis. Dan pak ik even een voorbeeldje er ook bij. Dat heb ik een krans gedaan en dan had ik dat meisjes. En dan vond ik... En waar heb ik hem nou gelaten? Oh ja, hier. Nou vond ik deze wel heel stoer om ervoor te gaan gebruiken. Kijk hoe schattig. Maar zo vind ik hem dan wat saai. En ik vind hem dan wel leuk als ik eerst deze zo erop plak, dat hij echt zo hier in het midden erop komt. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ik zal het even aan de kant leggen. Dus mijn lijmpistool staat aan. Trouwens, een geweldig pistool is dat. Wat, hallo Kobi, superleuk dat je bent. Dus we hebben een kartstok, zoals jullie op de foto hebben gezien. Ik laat het nog even zien voor jou, Kobi. Dat is deze. Heb ik gemaakt. Die hebben we al een keer, heb ik als aankondiging ook geplaatst dit. En dat is in een 3D effect. En ik heb hem ook in een kerstuitvoering gemaakt. Met een veel grotere strik. Zo, eigenlijk als je de basis hebt, kan je alle kanten op. Oei. Ik sla hem weg. Dus ik ga eerst even deze lijmen. Ik ga hem dus nu even aankleden met jullie. En dan vind ik het heel leuk als jullie straks, als jullie meedoen. Of als jullie hem later hebben gemaakt, dat jullie hem ook even laten zien. Tag mij erin. Heel erg leuk. Zo kan ik alle berichtjes ook terugzien. Soms zie ik heel veel, te veel. En dan kan ik niet overop reageren. Dat is echt niet omdat ik het niet wil. Maar soms, sommige dingen zie ik ook niet meer. Ze zeggen wel, af en toe zie je door de boom het bos niet. Dat klopt. Mijn pincet. Want... Met mijn kunst. Voor harde nagels gaat het niet. Kunst lang zeg maar, maar voor harde nagels. Deze hebben we gekocht op de Creadoe. Zijn jullie trouwens op de Creadoe geweest? Ontzettend leuk was het wel weer om te gaan. Hele leuke dingen gekocht. Veel gekocht. Eigenlijk denk ik van man, waar haal ik de tijd vandaan om alles te doen wat we willen? Tijd is een groot dilemma, zeggen we dan altijd maar. Maar deze lijmpistool, tot nu toe ben ik er heel erg blij mee, want hij lekt niet. Klop het af. Heel zachtjes. Ik vind deze vind ik heel leuk. En de auto vind ik leuk om te gebruiken. De schoentjes. Ik ga even kijken wat ik kan hebben. Ik heb de blokjes nog, die wil ik hier straks aan de voorkant. Wat hebben we nog meer? Baby hoeft niet steeds het baby, want we hebben al een baby. Ik heb nog een leuke fles. Oh ja, de beer. Die wil ik ook graag gebruiken. Zoveel leuke dingen altijd. De bal kan nog. Ik heb nog leuke kleertjes.
En dan wil ik, als ik dan die 3D ga maken, dan wil ik hem niet zo plat maken. Dus ik wil hem eigenlijk een beetje uitsteken. Dus daarom had ik een paar van die strookjes gemaakt. En dan ga je eigenlijk gewoon naar jouw eigen idee. Gaan we dit, oeh, mijn lijmpistool, lopen draadjes langs, even vastzetten. En dan ga je hem eigenlijk gewoon een beetje opbouwen. Zoals dit. En dat mag ervoor komen, hè? Dat maakt helemaal niet uit. Het is niet van, oh zonde, je ziet het plaatje niet meer. Jawel hoor, dat zie je straks gewoon weer terug. Plak hem even vast. Deze ga ik alvast hier plakken, want die vind ik erg leuk. Mijn blokjes, of tenminste de blokjes, zijn niet, is helemaal niks voor mij bij. Oh, dat is vervelend, Cindy, dat ik corona had. Gaat het wel weer beter met je man nu? Wel weer opgeknapt? Lichte, had die klacht of hele erge klachten? Het is momenteel weer heel erg, hè? Het is echt verschrikkelijk. Ik heb nog wat blaadjes, die wil ik gebruiken ervan. De bloemen. Doe eerst even de grote bloem vastplakken. En ik heb de strik. En de strik die wil ik zo hier. Die plak ik er ook alvast op, zodat straks daar de bloemen erbij kunnen. Babyboy. Ooit dit papier gekocht bij een kruidenwinkeltje hier in Almere. Oh, gelukkig lichte klachten. Waarom ik het met tape doe? Nou, dat tape is een 3D-tape. Dus je krijgt hem dan toch een wat weer verdikking erop. En als ik. Dit is gewoon zonder tape. Maar hierdoor de 3D. En dan doe ik er wat extra lijmpistool erop. Want als je dat niet doet, heb ik wel gemerkt dat het soms gewoon loslaat. Ik ga uit beeld. En dan, als je het dan wilt bewaren, bepaalde dingen, dan na een tijdje laat de tape laat los. En dat is mijn ervaring. Dat vind ik dus best wel zonde. Zonde van je werk, maar ook zonde van je creatie. Dus vandaar dat ik nog even met de lijmpistool doe. En dit is puur de 3D, omdat ik dat leuk vind dat er wat meer 3D in komt. Terwijl ik even stiekem met jullie meelees. Och, alleen grieperig. Ja, je zit wel gelijk thuis. Jij bent natuurlijk ook thuis, Cindy. Dan. Ja, vervelend allemaal als je het echt hebt. Maar mensen zijn ook wel heel veel verkouden hoor, merk ik nu ook. Een beetje wil ik erbij. En dan til ik hem eventjes op en dan denk ik, oké, wat gaan we nog meer? Oh, het olifantje vind ik erg leuk. Die kan erbij. Of zullen we hem zo doen? Ja, zo is die leuker. Ik vind zijn gezichtje mag juist leuk zien. En die plak ik ook vast op de middenstuk. Daar hou ik even aan. Niet te hard. Daar hou hem even aan. Ah, hij zit gewoon vast. Aan de verkeerde zat hij vast. De schoentjes. Die plak ik ook weer even op een stokje, want die vind ik dan leuk als hij eruit komt. 7 dagen, ja, 10 dagen zit je binnen, ja. Ja, het is wat. Ja, als jij geen klachten hebt, heb je wel tijd om te knutselen, Cindy. Dat is dan, mag niet zeggen, maar dat is dan weer een voordeel, hè, die je hebt. Wij vermaken ons eigenlijk altijd wel. En dan steken we er zo leuk in. En dat maakt niet uit als het te vol komt. Kijk, schoentjes, je vult hem op. Ik kan hem eventjes goed aanvullen. Want hij hoeft niet hierop. Echt een beetje spelen ermee. Hey, ik ben mijn lijmpjes. Dat was mijn lijmpatroontje gebleven. Echt op de grond. Die paste er net in. Doe ik het nog een keertje. En dan plak ik hem aan de voorkant vast. Krijgt hij meer het effect. Kijk, zo ga je hem echt opvullen. En wat hebben we hier nog meer?
Deze is ook erg leuk. Die doe ik even met een 3D-foompje er weer op. Zodat hij dan wat meer effect krijgt. Want ik ga hem op het jasje plakken om vulling te geven. En je hoeft niet alles zo te zien. Hup, neusje ervoor. Dan heb ik hier nog een hele leuke fles die we kunnen gebruiken. Die wil ik wel weer op een stokje hebben. Dus die doe ik even weer met de lijmpistool. Nou, wat is dat nou? Die hele lijmpatroon heeft er gewoon totaal geen zin in vandaag. Die vlicht er continu uit. Oh, bah, ja, dat kan dan niet op vakantie, nee. Ja, dat is balen dan. Dat zijn dan weer de consequenties die je hebt, hè. Dat is niet leuk, nee. Die ga ik hier achter doen. Dan had je mooi weer gehad, ja. Niet dit weer van nu hebben. Ik vond het vandaag eigenlijk ook best wel fris. Ja, misschien ligt het aan mij, hoor. Ik ben ook best moe. Ik weet niet, die hond van mij, ik heb er twee, zoals jullie misschien wel weten. Die heeft niet de klok omgezet. En dan denk je van, wat doe je daar nou weer mee? Nou, die heeft nog gewoon de zomertijd in, of ja, de zomertijd in zijn hoofd. Want die komt in plaats van 6:30, komt hij dus nu nog steeds om, komt er nu om 5:30. Ik wil deze aan de rand hebben en dan knip ik hem eventjes in, zodat hij zo heel leuk op de rand komt. En dat heb ik eigenlijk hier ook gedaan. Dan bij de arm van die, zodat die echt zo hangt op de... En dan blijft die ook zitten. Dus dan maakt hem al vol. Kijk, hij wordt zo al heel leuk. Ik heb hier nog een bloem. Ga ik even kijken waar ik die wil. Denk ik dat ik dat meer hier wil, misschien. Wacht ik nog even mee. Weet ik nog niet zeker. Ik ben nog niet zeker wat ik wil. Ik heb hier nog... Nee. Ik wil een heel schattig vlindertje. Ik heb nog een strik. Ik heb nog zo'n leuke beer. Je kan eigenlijk niet alles erin doen, hè. Ik zou het liefst alles erin proppen. Maar dat gaat gewoon niet. Kom, blijf. Ik heb nog wat groen. Dat ga ik hier aan de zijkant heel voorzichtig erbij plakken. Zodat het een klein beetje de vulling gaat geven. Aan de zijkant. Ik heb hier ook nog wat groen. Die pak ik ook erbij. Vorige keer waren jullie naar Griekenland geweest, toch, Cindy? Heerlijk ook. Favoriete vakantieland van ons ook. Ah, kijk nou hoe leuk deze is. Kijk, die vind ik ook leuk. Het zonnetje gaat erop. Het zonnetje in huis. En zo langzaamaan gaan we hem dan vullen. En eigenlijk is die al vrij vol, komt die. Ik kan hem net zo vol maken als je zelf wilt. Even kijken hoe ik hem ga plakken. Pak hem er even bij. Trek hem naar beneden. Hoppa. Kijk hoe vol die al gaat worden. Hoe leuk. Ik mis hier nog iets. Hier mag nog wat in. Die vind ik heel leuk. Misschien hier nog iets van groen. Zodat we dat hebben. Nog wat leuk groen. Hier misschien nog wat groen in zitten. De blaadjes. Ja, dat is leuk. Ja, heerlijk was dat ook. Maar wij zaten toen op Kos zaten, waren wij gelijk in de hittegolf. Dat is dan allemaal wel weer wat minder. Maar ja, ik ben niet zo'n warmtefriek. Vind ik ook leuk. Daar ook nog een beetje... Gewoon spelen met alle losse elementen. Want je denkt van nou dat vind ik leuk. Of dat vind ik er leuk in te doen. Je kan alle kanten op, hè. En je weet het. Mag het niet meer zeggen. Niks moet, alles mag. Je kan hem helemaal maken zoals je hem zelf wilt. Hier misschien nog wat blad bij de bloem. Dat vind ik dan ook nog wel. Of mis nog even net wat. Zo ben ik vorige keer ook de fout ingegaan. Ik had dan... Een verjaardagskaart gemaakt. De dochter van Ellie was jarig. En dan maken we voor de meiden die thuis wonen nog maken we een kaartje.
En ik was er ook iets, een kaartje aan het maken, een aparte sluiting, dat die precies contra ging sluiten. En ik lekker ook met die bloemen bezig. En ik had wel een blaadje, oh, hier nog een blaadje, oh, dan doen we nog een lintje erbij en een dingen. En op een gegeven moment had ik van, oké, de sluiting gaat wat lastiger open. Ik was iets te enthousiast. Maar gelukkig had ze een goede moeder. Die kon het lekker ik denk dat ik hem zo, wat denken jullie, eigenlijk helemaal perfect vind. Strik misschien iets korter, die vind ik nog iets aan de lange kant. Dan halen we nog even af, nou, niet bij It's a Boy, maar zo aan de voorkant. En deze kant ook. Alles even aan de kant. En dan is dit de creatie geworden. Eigenlijk heel simpel, heel eenvoudig. Het is niet, echt niet moeilijk. Als je de basis hebt. Nee, ik mis daar nog wat. Ik mis hier nog iets. Ja, dat is dan precies bij zijn hoofd. Nee, ik laat hem zo. Wat denken jullie? Ja, vind je hem leuk? Voor de rest echt niet veel nodig. Je kan hem zo maken. Deze heeft toevallig twee bloemen, maar deze heeft er dan één. Het maakt niet uit. Hij heeft wat hogere dingetjes. Had wat meer roze, maar ja, hier doe je geen roze bij. Hier hebben we een hele grote strik. Helemaal basis is eigenlijk helemaal hetzelfde. En dat kan je helemaal maken zoals je het zelf wilt eigenlijk. En dat was de box zoals ik de envelopbox maak. Het patroontje komt erop. Morgen gaat deze online. Ik ga van deze, van de boy, ga ik nog even een foto's maken. Oh, dan moet ik misschien nog even een leuk tekstje erbij bedenken. Die heb ik niet klaar liggen, maar dat is nog wel even leuk. Deze ga ik morgen foto's maken als het licht is. En dan ben ik heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Tag mij erin, vind ik ontzettend leuk, want dan kan ik jullie creatie zien. Met, nogmaals, af en toe zie ik het niet, omdat ik dan gewoon te veel dingen langs zie komen op Facebook. En dan is het voor nu een hele fijne avond en geniet ervan. En Cindy, beterschap voor je man. Rustig aan. Doei doei!